Hey, hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag vier ik mijn 3-jarig jubileum en dat wil zeggen dat ik toch iets bijzonders ga doen. Ten eerste, jullie zien het misschien al, ben ik op een andere locatie, misschien een locatie die jullie bekend voorkomt. En ten tweede ga ik ook een spellenprijs weggeven. En dat is met dank aan Oberon, mijn lokale spellenboer. Het spel dat ik mag weggeven is ook helemaal van toepassing met het thema van het jaar. Met name Pandemic, de 10-jarige jubileum-editie. Het bestaat wel nog geen 10 jaar, maar goed, nog eventjes geduld daarvoor. En niet alleen mag ik dit weggeven, maar als extraatje krijgen jullie ook de geschilderde poppetjes erbij. Of ja, jullie, niet allemaal natuurlijk. Maar deze geschilderde poppetjes kunnen jullie wel allemaal verkrijgen als jullie bij Oberon de jubileum-editie gaan kopen. Dus moesten jullie niet winnen, ga dan zeker allemaal naar Oberon. En de geschilderde poppetjes krijgen jullie er gratis bij, zolang de voorraad strekt natuurlijk. Maar wat moeten jullie doen om dat te winnen? Wel, ik heb in de loop van al die jaren toch wel heel wat filmpjes gemaakt. Sommige hebben redelijk wat aandacht gekregen, andere misschien wat minder. En ik ga jullie 3 opdrachten geven om te zoeken in een bepaald filmpje. 3 jaar, 3 opdrachten, klinkt logisch. Dus, wat is de eerste vraag? Ik heb een tijdje geleden een filmpje gemaakt dat ging over het spelletje Flux. In het begin van dat filmpje stond er Anything can happen in the last minute. Mijn vraag is, hebben jullie gezien wat er gebeurde in de laatste minuut? Misschien zelfs in de laatste seconde. Dus kijk zeker tot het einde. Mijn tweede vraag heeft te maken met mijn top 10's. Ik doe namelijk wel graag af en toe een top 10. En in een van mijn top 10's ben je misschien te weten gekomen wat mijn meest gespeelde spel is in 2019. Ik ga misschien nog een kleine tip geven. Dat ga je best te weten komen in een van mijn eindejaars top 10's van 2019. Klinkt misschien vrij logisch. Ik ga de link er niet bij zetten in dit geval. Een beetje zoekwerk is nodig. En de derde vraag die ik heb voor jullie heeft te maken met het spel. Dat het eerste spel is dat ik heb mogen reviewen in opdracht van de speluitgever. En dat heeft te maken met Escape Now. Dat is een spelletje dat nog altijd niet zo gekend is, maar dat is een Belgische uitgeverij. Kleinschalig eigenlijk, maar het is best wel een leuk spelletje. Dus ik ga jullie allemaal verwijzen naar die video, maar wel om een bepaald antwoord te vinden op de volgende vraag. Als je aan de beurt bent in een spelletje, ga je kunnen kiezen uit 4 mogelijke acties. Mijn vraag is, wat is de 4e die ik benoem in die video? Dat mag heel kort zijn waar het mee te maken heeft. Is al voldoende. Je moet het niet helemaal uitschrijven zoals ik het heb gezegd. Dat zijn mijn 3 vragen. 2 van de links zien jullie in deze video. De andere moet je toch nog een beetje gaan zoeken op mijn kanaal. Anders hoor ik het wel als het niet doenbaar is. Maar ik wil het ook niet onmogelijk maken, maar ik wil toch wel de mensen belonen die net iets meer tijd hebben ingestoken. En natuurlijk is het ook een voorwaarde dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Ik geef jullie 2 weken de tijd om de vragen per e-mail te sturen naar mij. Dat is nog altijd luckybastardmailed@gmail.com. Zijn er meerdere mensen die het juist hebben? Wel, dan ga ik een naam moeten trekken. En zoals beloofd, ja. Een kopje koffie. Dankjewel, dat is fijn. Succes! Top kerel. Wel, dat was het eigenlijk. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.